Nou, mijn hondje heeft deze. Dat zit er nog in. En het is lekker vleesy. Nou, pak maar. Oeh, komt poesie aan hoor. Ja, moet je maar eten. Kan je best. Ja, het is donderdag, lieve vrienden. Goedemorgen trouwens. En weer van harte welkom bij Corina en de Beestenbol. Ik kan beter nou zeggen, Corina en de Avondverduizen. Ja, de laatste avond, maar het is niet zo geweldig weer. Het is hopeloos triest. Het waait, het is koud. Er is niks aan. Maar ja, we gaan er toch voor. Het is onze laatste avond voor vanavond. En het is nou nog, ik heb nog uren te gaan hoor. Die geeft 11:55 aan. 11:37 de pc, dus dat komt allemaal goed. Ik heb mijn lunch voor me staan. Wel lekker op tijd, zodat het gaat. Ik zal eerst even hondje verder helpen, want die krijgt het weer niet te pakken, want die bak die glijdt weg. Dus dat krijgt hij niet te pakken. Dus, kom eens even hier, kerel. Nou, wel, hè? Dan kun je het zo pakken. Oeh, wat lekker allemaal, hè? Jojo. Nou, klaar? Mooi. Zo, dan kan ik die ook even afwassen, die bak. En dan kan er even weer een zootje droge brokken in. En dan heeft hij de hele dag weer wat. Ja, dat... We bekijken je maar weer. Hé, hey, tot morgen. Ja. Ik doe het een klein beetje anders met meneer. Ja. Want het kost je handen vol geld om hem ook vlees te moeten geven. Gaat hij nog een verkeerde plek leggen waar ik wil gaan zitten? Waarom ga je daar nou leggen? Mijn loodje. Maar oké. Lieve vrienden, geniet van jullie dag. Geniet van hetgeen wat jullie doen gaan of doen moeten of doen willen. Ik zou zeggen, we spreken elkaar later wel weer. Ik vlog nu niet zoveel overdag, omdat we die avondvierdaagse hebben. Dus ik zeg, tot vanavond. Doei doei! Ja, lieve vrienden, ik ben er weer klaar voor. Ik ben weer bij de start aangekomen. En natuurlijk gaat straks de koper weer aan. Ik ben er ook opgekleed, want het is niet al te warm. Ja, de koper die gaat mee. Daar moet ik wezen. En ook, hij is er voor de partij. Het komt allemaal goed. En we hopen op veel plezier. Onderweg kom ik vlak bij mijn huisje langs. Daar stop ik de boel even om gebruik te maken van mijn eigen toilet. Altijd makkelijk als je zo dichtbij woont langs een route. Ja. Dus dat komt altijd goed. En ik zou zeggen tot later als we weer thuis zijn, etc. Ik zou zeggen, toebidokies, doei doei. Schat. Kijk, je krijgt de groeten van mijn dochter Karin. Oké, groetjes terug. Dus ja, dat is mijn route. En je denkt, een dubbele route. Ja, dit is wat we eerst allemaal moeten gaan. Dit. En dat onderste is de intocht. Een stukje vooruit alsjeblieft. Oké, ik moet een stukje vooruit. Wow. Ik had alles al los. Maakt niet uit. En dan moet een busje erdoor. Uitkijken. Dus ja, dan moet ik aan de kant, hè? Nou, lieve vrienden, tot later. Waar zijn de happy birds? De stichting Kinderdagopvang. Ja, kom maar, jullie mogen gaan lopen. Ik hoorde heel in de verte wat. Stichting Kinderdagopvang.
Laat wat van je horen, want we willen horen dat jullie er zijn. En ik hoor nu niets. Stichting Kindertaalopvang. Ja. Waar is de Stichting Kindertaalopvang? Eerst mogen de groepen, dan de individuelen. Dus ja, ik mag nog niet.
staan, toen stonden we stil. We staan stil onderaan de dijk. Daar is de dijk. Ja, ik ben gewend dat ik een heel erg vooruit sta. Dat zijn ze. Maar nee, ze zijn al ergens achteraan. Het was ook heel vreemd, de start. Ik ben dit niet gewend dat het loop ging. Maar in ieder geval, we staan al onderaan de dijk en tegen hier een drukte van belang. Ik moet schreeuwen. Dus jullie merken het wel. Ik ga even naar de kant om weer te stoppen en mijn koperen aan te doen leven. Dus dan weten jullie het. Ja, maar die brandweerwagen, dat doet, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, we hebben het gehaald. Ik heb mijn medaille in mijn tas. En dat is nog wat hier allemaal staat en loopt. Dus ja, lieve vrienden, ik ga naar huis. Ik ben kapot. Ik ben back af. Want het heeft heel lang geduurd. Het is al met al, weet ik van hoe laat. Even kijken. 8:30 en dan moet ik nog weer naar huis. Moet ik nog eten? Dus ja, ik ben zat. Ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei! Nou lieve vrienden, we zijn thuis. Ik had gezegd tot aan de andere kant van de nacht, maar mijn beestjes waren zo blij. En ik wou jullie nog mijn medaille laten zien, dus en ik met bloemen natuurlijk. En ik had nog iets gekregen. Maar ik laat eerst mijn medaille zien, in de hoop dat jullie het kunnen zien. Mijn 8e op rij. Het had de 9e kunnen zijn, maar oké, 1 jaar heb ik over moeten slaan. Ook om door omstandigheden qua overlijden. Maar Chrissy, die stond onderaan de dijk, tenminste kwam ze mij tegemoet. Kreeg deze prachtige mooie rode rozen in mijn arm gedrukt. Ze zei, die zijn van Jack, mijn man, die er dus niet meer is. Toen gaf ze me een bosje 1000 schoon. Van Dini, zei ze, mijn schoonmoeder, die er ook niet meer is. Komt ze dan met een bosje 1000 schoon aan. Ze zei, die is van Cor, haar man, die ook overleden is. Komt ze dan met een bosje 1000 schoon aan. En die heb je van mij, zegt ze. Nou, hoe lief. Ja, hoe geweldig. Dus die wil ik even allemaal in een vaas gezetten. En ik heb nog wat gekregen. Twee van die, hoe heet het, die snoepjes, weet ik veel. Nou ja, als jullie het zien, weten jullie het misschien vast wel. En ik kreeg gratis ergens een ijsje halen, maar dat zien we wel, want ik ben niet zo'n ijseter, nee. Dus ja, ik ben er helemaal mee in mijn sas. Ik ben enkel back en back en back af en dan moet ik nog eten. Oh, wat erg. Ja. En er staat een vlog klaar, die kan ik naar YouTube brengen. Maar ik ga vandaag echt, denk ik, niet wat nog in elkaar zetten. Nee,
komt wel. Op langere termijn. Even time-out. Ja. Dus lieve vrienden, nogmaals een fijne avond. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.